Twee mannen die gisteren indruk hebben gemaakt. In de tweede ronde. Huibrechts versloeg de nummer 7 van de wereld, Wes Newton, met 10-8. Dat hij in de eerste ronde al Alcinas, de Spanjaard, met 6-2 had uitgeschakeld. Het was natuurlijk afwachten wat hij tegen Newton zou doen. Nou, hij deed het geweldig. En Adrian Lewis, die in de eerste ronde Vincent van der Voort met 6-4 versloeg, moest het nu opnemen tegen Dave Chisnell. En won met 10-5 na 5-4 te hebben achtergestaan. Hij won dus de laatste 6 legs op rij. En produceerde het op 1 na hoogste gemiddelde van dit toernooi tot nu toe. 105,8 over 3 darts. 58. Ja, twee mannen die indruk hebben gemaakt, Zak. Maar toch zal er eentje deze kwartfinales moeten verlaten. Ja, op papier natuurlijk als je de wereldkampioen nummer 2 van de wereld, Adrian Lewis, met zijn eerder 180 hier, laat spelen tegen nummer 77 van de wereld. Want dat is die inmiddels, Kim Huibrechts. Dan is de nummer 2 van de wereld natuurlijk de favoriet. 100. Nummer 77 is die nu, na de eerste twee partijen? Ja, klopt. Met een hele nieuwe wereldranglijst. Kijk. 97. Aan de andere kant, Huibrechts heeft het tot nu toe prima gedaan. Newton, nummer 7 van de wereld, versloeg hij ook. Hij bleef stoïcijns goed spelen. Als hij dat tegen Lewis ook kan. Die nu naar dubbel 12 gaat. Naar dubbel 6. En die pakt de eerste leg in 12 darts, Lewis. Adrian Lewis, second leg. It's Kim to throw first. Game on. Het zal voor Huibrechts de sleutel tot de wedstrijd zijn. Hij moet in het begin in de buurt van Lewis blijven. En dan hopen dat ook in het hoofd van Lewis gaat rondspelen. Hoe kan het nou zijn dat die Bellag nog steeds bij hem in de buurt is? Dat Lewis dan in wat foutjes gedrongen wordt. 100. Ja. Hij heeft er opnieuw zin in, hoor. Kim Huibrechts. Maar na gisteren zal dat ongetwijfeld ook gelden voor Adrian Lewis. Die in zijn partij tegen Chisnell 8 keer 180 gooide en finishes had van 146 en 123. Ja, met die 123 besloot hij de wedstrijd. Passend einde van een prachtige partij. Huibrechts heeft de voorsprong. Rustig naar een dubbel toe. Niet al te rustig natuurlijk. 65. Kan Lewis nog een beetje in de buurt komen? Hij heeft in ieder geval zijn triple te pakken. Kim, you require en laat 96. Een finish over. Triple 20, dubbel 18 voor Kim Huibrechts. Nog altijd de triple 20. En nu laat hij tops over. 56. En dan krijgt Lewis een kantje op 164. Twee keer triple 19, maar de eerste zit er al naast. 64. Can you require 40? Wel zaak voor Huibrechts om het hier nu af te maken in deze leg. Zal via dubbel 10 moeten. Maar daar blijft hij met de derde dart ver vandaan. Top stops voor Lewis. Maar die gooit de eerste te voorzichtig. 41. Can you require 20? En dus zien we Huibrechts terug in de tweede leg. Trekt hem de dubbel 15 in. En dan kon dit wel eens een pijnlijke affaire worden voor Huibrechts. Lewis naar tops. Game show on the second leg. Ja, dit is een tegenvaller voor Huibrechts. En we zullen zien hoe hij daarmee omgaat. Deze tweede dart blijft net hangen. 177 scoren voor Adrian Lewis. Weer gaat hij de verkeerde kant op. Kan Huibrechts zich herstellen? Is de vraag. In ieder geval is Lewis aan deze leg begonnen. Thank you.
60. Het wordt even nagenoeg stil in het Maritiem Hotel. We hebben nog niet veel meegemaakt deze dagen. Maar het is nog vroeg. Ze moeten nog even op gang komen. 100. Ook vandaag weer uiteraard de mogelijkheid om uw vragen bij ons neer te leggen. Kijkersvragen, apenstaartje rtl7darts.nl. Kijkersvragen, apenstaartje rtl7darts.nl. En u kunt natuurlijk ook Twitter gebruiken. Gebruik de hashtag rtl7darts en dan kijken we daar ook zeker op mee. En de eerste vraag zal ik zelf neerleggen, Frank. Want ik ben wel benieuwd naar het opkomstnummer van Kim Huibrechts. Ik ken het namelijk niet. Maar we hebben echt hele goede kijkers. Er is vast één die het weet wat het is. Maar we gaan het nu omdraaien, begrijp ik. Ja, hij zit eronder. En dan maar een dubbel 10, maar dat blijkt ook geen probleem te zijn. Adrian Lewis op 3-0. Er zijn mooie bijnamen binnengekomen gisteren voor Kim Huibrechts. We zullen ze aan hem voorleggen. Ik noem er even snel degene die ons lijstje gehaald hebben. Kuifje, maar dan misschien op zijn Engels. Tintin, Kimbo, Kim Possible, Kim Cool, Deadly Diamond of Rough Diamond. Met een verwijzing natuurlijk naar Antwerpen, de diamantstad. Waar die vandaan komt. Flanders Rock, Smiley, Kim Kong. Flemish Gladiator, Red Devil of Hurricane Huibrechts. Maar dit is jackpot. Dit is de tegenstander van vandaag. Ja, die is nu de druk echt aan het opvoeren op Huibrechts. 142 voor Lewis. Triple 20 alweer raak. Ruimte zat voor nog een triple 20 en dan naar dubbel 11. Maar die tweede triple 20 zit er net onder. 90. En daar dreigt Huibrechts toch 4-0 achter te komen. En dat zal de man die we net in beeld hebben gezien, Keith Deller, goed doen. Want Deller is de manager van Lewis. 12 en tops voor de wereldkampioen. Lewis. Ja, het gaat snel zo, Frank. Het gaat heel snel. Hij sprint bij Huibrechts weg, werkelijk. Maar wat liet Lewis gisteren na die 5-4 achterstand tegen Dave Chisnall een prachtige dingen zien. En dat heeft hem echt goed gedaan. Voor Huibrechts dreigt natuurlijk altijd het gevaar dat je gaat denken van nou ja, ik sta hier nu, ik heb het ontzettend goed gedaan. Ik heb de nummer 7 van de wereld eruit gegooid. En ja, als ik niet verder kom, dan is het ook mooi. Ja, het voldane gevoel, dat is heel gevaarlijk bij darters. Je moet de honger hebben om meer te willen. Dat is ook wat Phil Taylor zo groot maakt. Het feit dat hij altijd maar honger heeft om nog meer te winnen. Je ziet dat zijn gemiddelde een beetje op, Huibrechts. Ja, maar je ziet dat zijn gemiddelde zijn 20 punten onder dat gemiddelde ligt wat hij de eerste twee rondes gegooid heeft. Dat is een erg groot verschil, hoor. Lewis op 92 voor een 5-0 voorsprong. Mist hij de triple 20? Waar gaat hij heen? Wat wil hij? Hij laat tops over. En dan kan Huibrechts nog een klein beetje aan de schade repareren als hij 110 uitgooit. Heeft hij de triple 20 in ieder geval te pakken? 18, dubbel 16. Dit zou hem goed doen, hoor. 78. Nou, dan is het alsnog 5-0.
in het voordeel van Adrian Lewis in deze kwartfinale tegen Kim Huibrecht. Het is een best of 19. Dus 10 legs moet hij winnen, Lewis. Hij is er nog 5 van verwijderd. Terug in het Maritiem Hotel in Düsseldorf. Waar Kim Huibrecht 5-0 achter staat in de kwartfinale tegen Adrian Lewis. Overigens zijn we er met uw hulp inmiddels achter hoe de opkomstmuziek heet van de Belg. En dat is, zeg jij het maar, Jacques? Bro, hymn van Pennywise. Waarbij Pennywise de band is. En bro, hymn het nummer. En er zijn een aantal mensen die dat ons heel snel al wisten door te geven. Waarvoor onze dank uiteraard. Nou, voor Lewis had de onderbreking niet gehoeven. 140. Ja, of we die opkomstmuziek nog zullen horen 96. Tijdens dit evenement, dat waag ik ernstig te betwijfelen. Want hoe moet je in godsnaam tegen de wereldkampioen terugkomen van een 5-0 achterstand? Ja, dat wordt heel lastig. Wat we al van tevoren gezegd hebben, is het is heel belangrijk om in het begin van de partij bij te blijven. Ja, Lewis heeft nu een gat geslagen. En normaal gesproken geven spelers van dit kaliber dit soort voorsprongen dan ook niet meer weg. Maar goed, lek voor lek moet je het proberen. Huibrechts 121, triple 17. Niet gegooid. En dan komt Lewis terug voor 135. Gaat die beginnen op de bol. Triple 20 en bullseye heeft hij dan nodig. Dat niet. En Huibrechts voor 68. 16 of een 8. Het is een 16 voor dubbel 16. Een eerste legwinst voor Kim Huibrechts wordt luid toegejuicht. En gunt de sympathieke Belg ook wel iets. En een keer Adrian Lewis breken, dat zou toch ook leuk zijn? 18. Daar waar hij zelf al 2 keer gebroken is. Jacques, er zijn veel vragen binnengekomen over scheidsrechters, callers. Ja, en schrijvers. Onder andere Dinant Kist die vraagt, er zijn nu 4 mastercallers in dienst bij de PDC. Wat gebeurt er als er 1 uitvalt? Is er een vervanging of zo? Ja, daarop kan ik zeggen, er worden wat callers uitgeprobeerd her en der op toernooien. UK Open wordt wel eens wat geprobeerd. Ik heb zelf vorig jaar European Championship bijvoorbeeld op het podium gestaan. Er zijn nog wel wat andere mannen geweest die dat ook geprobeerd hebben. En zo proberen ze een soort van backup te creëren. Wat er precies gebeurt als er 1 wegvalt, ja, dat weet alleen de hoge heren van de PDC. Dat antwoordt ook met een beetje wel de vraag van Bert uit Haarlem. Die vraagt hoe worden de schrijvers en callers gesolliciteerd of geselecteerd. Moet je erop solliciteren of zo? Nou, zo werkt het niet echt. Je moet jezelf, ja. Je zal eerst wat moeten laten zien. Je moet wat laten zien inderdaad. Op een kleinere toernooi en dan steeds wat groter. En dan kom je vanzelf in de picture. En met name met schrijvers gaat het ook vaak zo. Als ze nog schrijvers zoeken, dan gaan ze binnen hun eigen geledingen zoeken naar kennissen of die ook goed kunnen schrijven. En dan worden die zo voorgedragen. Het lijkt me wel handig trouwens, als je dat wil worden, om zelf ook eerst lekker gedart te hebben. Ja, absoluut. Ja, anders is het heel lastig om tot dat niveau te komen. Lewis naar 6-1. Sixty.
Nou, Lewis zet maar weer eens even een tussensprint in. Dat is een 580. Als mijn administratie in ieder geval klopt. Goed antwoord van Hubert. Maar Lewis voor 130. En de boel. Net niet. Ja, wel een boel, maar een enkele waar hij een dubbele nodig heeft. Triple 20, dubbel 10 voor Huibrechts. Voor 6-2. 20 en tops. Ja. Hij sleept weer een leg binnen. 6-2. Dit is Dana Verhagen, de vriendin van Huibrechts. Ja, die toch een nerveus dagje zal hebben. Want Huibrechts heeft beloofd, als hij de finale haalt hier, dan vraagt hij dat een huwelijk. Ik heb zomaar het idee dat hij dat ook wel zal doen als hij de finale niet haalt. Misschien zal het dan iets langer duren. Niet heel veel langer, vermoed ik. Hoop ik in ieder geval niet voor Dana. Ja, wat er ook verder gebeurt vandaag. Hij heeft sowieso natuurlijk een prachtig debuut gemaakt. Hij was, laten we dat niet vergeten. Niemand neemt hem dit meer af. Hij heeft zijn naam gevestigd. Dat brengt natuurlijk na dit toernooi ook wel weer verplichtingen met zich mee misschien. Ja, absoluut. Nou, hij heeft zich vastgelegd bij de PDC. Dus hij zal nu ook die vloertoernooien frequenter moeten gaan spelen. En als hij speelt zoals hij zo speelt, dan kan hij daar echt ook wel wat goede resultaten pakken. 141 is triple 20 gegooid, triple 19 en dubbel 12 voor Huibrechts. Ja, je gunt hem dit zo. Je gunt hem die break. Maar daar heeft Lewis natuurlijk geen enkele boodschap aan. Tops voor Lewis is niet gegooid. Huibrechts kan breken naar 6-3. En Dana weet dat dit een belangrijk moment zou kunnen zijn als Huibrechts nog iets wil terugdoen in deze wedstrijd. Hij heeft nu al iets teruggedaan. Hij is terug tot 6-3. En mag beginnen aan de tiende leg. We hebben in die eerste twee partijen gezien dat hij goed kan gooien, Kim Huibrechts. Dus als hij erin slaagt, terwijl Lewis opent met 140 hier. Als hij erin slaagt om zijn ritme weer te vinden, ja. Dan is er misschien nog wel wat mogelijk. Als hij erin slaagt om Lewis misschien een klein beetje aan het twijfelen te brengen. Daar zal het op hangen. Ja, Lewis gaat goed door. Dat was volgens mij zijn tweede 140 score op rij. Dat klopt. En als hij dat ritme te pakken heeft, Lewis, dan is hij tot goede dingen, mooie dingen in staat. Maar het stopt nu even. Als Huibrechts hem nu goed kan wegzetten. 6-4 is geen onoverkomelijke achterstand. 100. I do require 161. Triple 17 niet gegooid. En dus 137. Zien we Huibrechts voor 139. Staat wel een hele goede finish voor Lewis. Hij heeft triple 20, triple 13. Net niet. En dus komt Lewis terug voor dubbel 12. I do require 24. Feilloos gegooid en meteen teruggebroken door Lewis. Die daarmee uitloopt naar 7-3. Nog drie legs verwijderd van een plek in de halve finale. Nou, de tweede serie van vijf legs zijn voor Huibrechts in ieder geval beter verlopen dan de eerste. Waarin hij met 5-0 achterkwam. De tweede serie heeft hij met 3-2 gewonnen. Maar per saldo staat hij dan nog steeds met 7-3 achter. En heeft hij dus nog steeds heel moeilijk tegen de wereldkampioen Adrian Lewis. Die ook nog eens is begonnen aan leg nummer 11. 100. Omdat hij het gooien op de boel had gewonnen voorafgaand aan de wedstrijd. 82. Ondertussen is er een vraag
binnengekomen via Twitter. Die komt van Willem uit Franeker en die vraagt: waar belanden de vellen van de schrijver als een lek gespeeld is? Op de grond? Nee, natuurlijk niet. Je kunt het dadelijk wel even zien. Die schrijvers schrijven de scores op. En op die vellen achter bijvoorbeeld Russ Bray zie je dat. En die scoreblokken zitten op een soort deurtje gemonteerd. En zodra een lek is afgelopen, scheuren ze het vel af. Gaat het deurtje open, vel er doorheen en dat belandt achter het podium. En daarachter zit een kabouter. En die heet ze op. Nee, maar wordt er nog wat mee gedaan dan? Nee, alleen als er problemen zijn met de elektronica. Dus als de gemiddelden niet kloppen of dat ze een score kwijt zijn geraakt ergens onderweg. Dan wordt het vel erbij gezocht en dan geldt dat zeg maar als geldend bewijs. I do require 167. Maar tijdens zo'n lek, waar die vellen dan feitelijk voor verificatie van... Nee, dat zijn de officiële scoresheets. Dus toch wel. Dat zijn de tellende scores. Ja. Huibrechts ondertussen heeft nog bullseye nodig. Ja, 126 finish. Kim Huyber, 12 leg, it's Kim to throw first. Game on. Het zijn nu 3 breaks op rij, waarvan 2 van Kim Huibrechts. Het zou toch mooi zijn als hij nog in staat is om er een wedstrijd van te maken. 57. En dan zou het voor hem helemaal fijn zijn als hij deze leg weet binnen te slepen. Maar ja, iedere keer als hij net een stukje dichterbij komt, Huibrechts, dan heeft Lewis het antwoord. Maar, Kim Huibrechts. Wat Lewis kan, kan ik ook. 82. En Lewis weet dat kunstje niet nog een keer te herhalen. Je ziet Huibrechts nu dus naar boven kijken. En dat is eigenlijk niet goed. Daar herken je ook een beetje de onervarenheid van Huibrechts aan. Die kijkt dus naar het elektronische scorebord dat boven op het podium hangt. Maar dat is dus niet het tellende scorebord. De meeste spelers zie je daarom ook naar de zijkant kijken. Achter 96. De caller vaak, wat daar de score is. Dat zijn de tellende scores die met de hand geschreven worden. Of ze nou goed of fout zijn, dat maakt niet uit. Dat zijn de tellende scores. En als ze fout zijn, worden ze niet gecorrigeerd? Ja, uiteraard. Dat is wel de bedoeling. Maar als niemand de fout herstelt... Terwijl Lewis naar dubbel 16... Als niemand de fout herstelt, dan blijft het dus zo. Ja. Maar dit is allemaal heel simpel. Tops en zo en dubbel 10. En die laatste wordt gegooid door Kim Huibrechts terug tot 7-5. Hij heeft nu wel 5 van de laatste 7 legs gewonnen van Adrian Lewis. Ja, respect voor de manier waarop hij blijft vechten hoor. Die zit er net naast in de 5. En de derde is dan weer goed. Een triple nog voor Huibrechts om bij te blijven. Dat nagenoeg gelijk op. Nou, een finish over Lewis. Die nog altijd natuurlijk wel 1 break voorsprong heeft. En ook... aan de wedstrijd begonnen is, dus Huibrechts moet hem nog altijd 2 keer breken. 170 voor Lewis. De eerste triple goed, de tweede triple ook. Bullseye. Ah, nee, hij gaat er niet voor. 130. Vindt het, ja, hij vindt het dus toch te eng om het te gokken. Huibrechts is er dichtbij. Kijk, staat hij 7-1 voor, dan had hij er ongetwijfeld voor gegaan. Hij speelt op safe, Lewis. En ja, hier pakt hij ze gelijk. 8-5. Ja, nu moet Huibrechts echt mee, want als Lewis hem breekt en op 9-5 komt, dan is het klaar. 100.
140. Lewis als eerste op een finish in de leg die Huibrechts is begonnen. 121. Triple 20 gegooid naar de 11 toe. Deze keer zal die zeker voor Bullseye gaan. Want nu staat Huibrechts op een finish. Hij gooit hem niet, dus komt Huibrechts terug voor 76. Triple 20 en dubbel 8. Kim Huibrechts op 8-6. Hij moet nog een keer een break terugpakken, Huibrechts. En daar is het nu echt wel het moment voor. Maar ja, dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Het begint met een 1. 81. Het publiek ziet al mogelijkheden voor Huibrechts. 96. 85. 'N hoge score voor Huibrecht zou hem helpen, maar hij vindt de triple niet. Hij gaat naar beneden en vindt hem daar ook niet. Gemiddelde van Huibrecht is inmiddels natuurlijk wel weer gewoon goed. Boven de 90. Zeker als je ziet waar hij vandaan kwam in die eerste 5 legs, dan staat hij vanaf dat moment gewoon weer goed te gooien. Misschien ook wat meer ontspannen. Lewis, boven de 100. Dat is een wereldkampioen waardig. 40. I do require 160. 40. Toch heeft hij nog niet de flow van gisteren, Frank Lewis. Die gisteren gedragen door het publiek tot fantastische dingen in staat bleek. Nou, de dag is nog lang. 140. Ja, dat was eigenlijk een heel concert voor Lewis. Dat ging maar door en dat ging maar door. En kijk eens aan. Huibrechts kan in breaks gelijk komen met Lewis nu. Als hij triple 15 en tops gooit. Nu 20 voor dubbele boel. Maar wat scheelt het? Geen 8-7, maar 9-6. Ja, dat is de harde realiteit voor Huibrechts. Dat was zijn laatste kans misschien wel. Hij veegt het zweet van het voorhoofd. Jackpot. Maar Huibrechts is nog niet klaar. Nou, dan is het toch jammer dat Huibrechts die eerste sessie zo slecht begonnen is. Want had hij daar gewoon 1 of 2 legs gepakt, dan was het een echte wedstrijd geweest de hele tijd. Nu is hij gedoemd om te achtervolgen. Hij heeft 4 legs op rij nodig nu. Dat zal lastig worden, maar krijgt hij het voor elkaar, dan is het ook meteen legendarisch. 140. Nou, deze leg is hij heel goed bezig in ieder geval. 3 keer 140, laat 81 over. 99. Can you require 81? 41. Laat top staan, Huibrechts. 122. Can you require 40? Game shot. Keurig gegooid door Huibrechts. Het is 9-7.
En in breaks op gelijke hoogte komen kan nog steeds. Dan moet het echt nu gebeuren, want er is nu geen enkele uitweg meer. Hij heeft een goede leg achter de rug, waarin hij 3x140 op rij gooide. Nu begint hij ook weer met 139. Dus langzamerhand zal de wereldkampioen toch ook denken, die Belg die weet niet van opgeven. En kijk, Huibrechts wordt een beetje geholpen door het bord hier. Pats weer die eerste in de triple. Tjongejonge, wat gaat er goed spelen zeg. Maar Adrian Lewis. ...122 over voor Huibrechts. Waar komt Lewis op uit? Ah, hij gaat in ieder geval een kans krijgen, Huibrechts, om in breaks gelijk te komen. 122. Triple 18. Heeft hij nog een 18? En dubbel 7 voor Huibrechts. Kijk! Oh, wat is dit mooi zeg! Hij doet het op het moment dat hij het moet doen. Gooit 122 uit. 9-8. En de blijdschap bij Dana. Het is 9-8 in breaks gelijk. Allebei drie stuks in deze partij. En nu deze leg voor 9-9. En dan, als dat gebeurt, de alles beslissende 19e leg. Jongen, blijft hij goed spelen zeg. 96. 13-30, 12-30 gegooid de laatste twee legs. Lewis moet echt nu tot het gaatje. 140. Kan Huibrechts zijn finish overlaten na deze drie darts. Dan heeft hij nu een triple nodig. Die gooit hij en dan naar de 18 toe. Ja, 96. Laat 170 staan. Het is veel, maar het is een finish. Lewis gaat hem beter wegzetten. Ja, je bent niet voor niets wereldkampioen. Zachtste 180 van de wedstrijd. En Huibrechts moet 170 uitgooien om in leven te blijven. Om geen matchdarts tegen te krijgen. Triple 20 is goed. Nog een triple 20. Dat zou wat geweest zijn voor Kim Huibrechts. Nou, Lewis kan het afmaken. Op tops. Twee pijlen daarvoor. Nog eentje. En die zit eronder. Ja, en dan komt Huibrechts terug voor een echte kans. Hij neemt even een slokje, hij stapt even terug. Zij het daarna niet kijken. Het bijna niet meer aanzien. Triple 16 is dubbel 12 over. Die heeft hij gegooid. Oh. Lewis, te ver vanaf. Te ver naar zijn zin. Aan de binnenkant. Dubbel 5. Daarmee maakt hij het dan toch af, Adrian Lewis. Maar wat heeft Kim Huibrechts na die desastreuze start 5-0 achter toch weer een indruk gemaakt. De European Championships zijn voor de sympathieke Antwerpenaar voorbij. Maar hij heeft het schitterend gedaan. Adrian Lewis staat in de halve finale.